we moeten nu echt voor die one-shot gaan. En die hebben we niet. Die hebben we niet. Dan zit ik dus nu met een probleem. What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en vandaag gaan we verder met de Nuzlocke Challenge in Pokémon Let's Go Eevee. We zijn aangekomen in de gym van Lieutenant Surge en we zijn zwaar underleveled. Zo'n beetje mijn enige hoop is denk ik mijn Geodude. Ik ben zo benieuwd of dit een beetje gaat lukken allemaal. Ik ben echt bang dat er een Pokémon van mij down gaat. En als een Pokémon van mij down gaat, dan is die dood. En dan mag ik hem dus ook gewoon echt helemaal niet meer gebruiken. Dan is die gewoon dood. En wij zijn allemaal level 1. 21, level 20. En de Pokémon van Lieutenant Surge straks, die zijn gewoon level... wat is het? Ah! Critical Hit ook nog. Oh gosh. Critical Hit gaat het nu al beginnen. Oh my gosh. Mag ik deze Pikachu alsjeblieft gewoon in één keer slopen? Yes! Oké, nice. Ja, en dan krijgen we straks te maken met een Raichu. Dit kan niet, jongens. Dit is onmogelijk. Dit gaat niet lukken. We hebben in ieder geval Tucker wel verslagen. Het is in ieder geval tijd voor een potion. Een potion voor Steenkop. En er staat hier nog een Sailor. Welke Pokémon heeft die Sailor dan, joh? Ik zet Eevee maar gewoon even in als eerste Pokémon. Want ik vertrouw die Sailor voor geen meter, jongen. Sailor Dwayne. Oh, die heeft een Magnemite. Nou, dan had ik... Ja, dan had ik net zo goed wel gewoon Geodude kunnen gebruiken. Maar de Sizzly Slide van Eevee is natuurlijk ook super effectief. Oh, hij houdt echt 1 HP over of zo. Ah, hij is wel burned. Hij gebruikt een Thundershock. Dat mag op zich wel van mij. En we burnen Magnemite. En dan is Magnemite klaar. Ja. Ja, en dit was het qua XP. Meer XP gaan we niet krijgen. Zo, ik heb Eevee ook even geheeld. En dan gaan we nu de prullenbakken zoeken. Hier ligt wat vuil in. Nee, dat is alleen maar trash. Kijk, hier is een switch. Hoppa. En dan moeten we even de andere switch erbij zoeken. En die zit er altijd naast. Zodat we naar Lieutenant Surge kunnen. Als het goed is... Nee, oké. Okay. Fout. Dus het is die trashcan erboven. Het is wel makkelijker dan vroeger, want vroeger toen waren het gewoon random vuilnisbakken die je in moest drukken. Kijk, hoppa, let's push it. En dan kunnen we naar Lieutenant Surge. Ik weet niet of ik dit wil. Heb ik nog wat candy die goed zijn? Health candy. Ja hoor, geef maar een Steenkop. Geef de Mighty Candies ook gewoon even aan Steenkop. Zo, hoppa. In Steenkop we trust. Oké, let's go. Daar gaan we. Ik ben serieus bang, hè. Echt. Lieutenant Surge, wil je met me battelen? Alsjeblieft. Ik ben maar level 20 met mijn Geodude. Daar gaan we. Lieutenant Surge stuurt er een Voltorb uit. Ja. Welk level is deze Voltorb dan? Hoeveel sterker is deze Voltorb en kent deze Voltorb Self-Destruct? Self-Destruct is eigenlijk wel prima. Zou ik wel goed vinden. Ik kan ook Stealth Rock even gebruiken. Ja, ik ga gewoon Stealth Rock gebruiken. Hoeveel pijn doet Swift? Kijk, die kunnen we hebben. Het was nog een critical hit ook. Ik doe Stealth Rock. Dat betekent dat alle Pokémon die nu binnenkomen, die eruit worden gestuurd door Lieutenant Surge, gelijk al damage krijgen. Dan is het nu tijd voor Dig, jongens. Hij doet nog een keer Swift. Alsjeblieft niet nog een keer een critical. Dankjewel. Dit gaat op zich wel goed, jongens. Dit valt me echt alles mee. Dit valt me echt alles mee. Zullen we Voltorb one-shotten? Ah, lekker dit. Yes. Yes. Voltorb wordt gewoneshot. Wij gaan een level omhoog. Naar level 21. Kijk, dit is top. Dit is helemaal geweldig. Nice. Nu stuurt hij dus een... Oh, nu gaat hij gelijk voor zijn Raichu. Ja, dan ga ik wel wisselen. Want grote kans dat zijn Raichu ook Double Kick kent. En dan ga ik nu Queen inzetten. Ik ga nu Queen inzetten, onze Nidorina. Want zijn Double Kick is natuurlijk super effective tegen mijn Geodude. En daar zit ik niet op te wachten, want dan worden we echt keihard gesloopt. Oké. Zijn Raichu heeft gelijk damage. Je ziet het rechtsbovenin. Wij gaan voor een Dig. Hij doet een Thunderbolt. Ga ik de Thunderbolt overleven? Oh, 11 HP, jongens. 11 HP nog maar over. We moeten nu voor die one-shot gaan. En die hebben we niet. Dan zit ik dus nu met een probleem. Er gaat nu sowieso een Pokémon down voor mij. Ga ik nu dus iemand opofferen? Is de vraag. Ik denk dat dat is wat we moeten gaan doen. En ik denk dat het Molloat gaat worden. Oh, sorry Molloat. Sorry. Oh, dit voelt zo slecht. Mijn Diglett. Mijn Diglett gaat er denk aan. Niet? Ik ga Dig doen. Nee, hij sloopt mij. Oh, sorry Molloat. Molloat is dood. De eerste Pokémon in mijn team is dood. Dit moest ik dus doen omdat ik dus Eevee wilde
eruit wilde gooien en niet gelijk heel veel damage wilde laten pakken. Ik ga voor Sicily Slide, jongens. Hij doet een Thunderbolt. Alsjeblieft, spaar me Eevee. Spaar me Eevee. Oké, meer dan de helft van zijn leven houdt hij. Dat is top. Wij damagen Raichu wel, maar hij gaat nog niet dood. Gaat hij dood door de burn? Oh my god, net niet. Net niet. Nee, niet bounce it, nee. Oh, ik doe helemaal de verkeerde move. Oh, Thunderbolt, geen critical alsjeblieft. Oh, lekker, geen critical. Ik doe Buzzy Buzz, dat is zo niet slim. Maar goed, maakt niet uit. Oh, we hebben hem verslagen. Oké, toppie. We hebben hem verslagen. Sky groeit naar level 22. Hebben we helemaal niks aan. De moeilijkste Pokémon is nu down. Ik ga door met Eevee. Ja, door met Eevee. Maar Eevee moet wel eerst even een super potion hebben. Oh, ik voel me zo slecht over mijn Diglett. Oh. Maar ik denk dat mijn Diglett sowieso niet goed had geweest in deze Nuzlocke Challenge, omdat hij veel te lage defense heeft. Oké, Thunderbolt hebben we overleefd. Dan kunnen we nu door met Sicily Slide. En Sicily Slide is super effective op Magnemite. En zorgt voor een burn. Maar we hebben hem nog niet verslagen, jongens. We zijn er nog niet. We krijgen nog een Thunderbolt op onze bakkes. Kom op, Eevee, hou vol. Hij houdt vol. Hij houdt vol. Oh, Eevee mag niet dood, jongens. Gelukkig hebben we genoeg potions ingeslagen. Dus ik geef nog een super potion aan Eevee. Woe! Oh man, wat een battle. Krijgen nog een Thunderbolt op onze bakkes. Ja, oké. Magnemite is burnt. Ja, en we gaan Lieutenant Surge, denk ik, verslaan, jongens. Met één casualty. Eén casualty. Ja, daar gaat hij. We hebben onze derde badge binnen. We hebben hem. We hebben hem. We hebben hem. En toch doet het pijn. Eevee groeit naar level 23. En we hebben Lieutenant Surge verslagen. En hij zegt, dat is een shocker. You're the real deal, kid. Ja, we hebben de badge. We hebben hem. De derde badge tegen Lieutenant Surge. Alsjeblieft, hier, de Thunder Badge voor jou. Dankjewel. We hebben de Thunder Badge van Lieutenant Surge. En we krijgen ook nog zijn handtekening. Ik heb deze nooit gesnapt waarom we zijn handtekening krijgen. Maar we krijgen hem. En ik geef hier nog iets. Thunderbolt, dankjewel. Jongens, even 10 seconden stilte. Voor Diglett. Sorry Diglett. Sorry. Maar ik had geen andere keus. Jongens, dit betekent dus dat Diglett uit mijn team moet. Dat houdt tegelijk in dat Pillar weer terugkomt in het team. Daar gaat Diglett. Change markings. Hij is niet meer een favoriet. Dat betekent dat we hem niet meer gaan gebruiken. RIP Diglett. Ik vond het trouwens wel echt verrassend dat hij die quick attack van Raichu overleefde. Dat had ik echt niet verwacht. Misschien was de defense toch hoger dan dat ik dacht. Diglett. Maar we hebben de derde badge in ieder geval gehaald. Zonder wilde Pokémon te vangen. En dat vind ik wel echt, echt knap. Want we waren dus allemaal 4 à 5 levels lager dan de Pokémon van Lieutenant Surge. Dus dat betekent dat we toch wel iets goed hebben gedaan. En hier is Misty en die zegt, hey, je bent er weer. Je hebt Lieutenant Surge geslagen. Oh, dan moet je best wel goed zijn. Goed dat je wat aan het leren bent. En je Pokémon die hebben vast hun best gedaan. Misty hield voor mijn Pokémon. Dankjewel, Misty. En Misty gaat lekker zwemmen in de zee. Nou, zwem maar lekker. We kunnen nu dus door de Diglett Cave. En ja, helemaal goed, Misty. Laten we samen even naar die Diglett Cave gaan. Kijk, daar zijn we weer bij de Diglett Cave. Ja, we weten hoe die eruit ziet. Want dit doet nu extra pijn. Hè. Dat we nog even worden gewezen op de grot waar we Diglett hebben gevangen. En dat Diglett nu dood is. Dit is toch wel pijnlijk. Maar goed, dit is waar we naartoe moeten. Naar de Diglett Cave, door die grot. Kijk eens, een Dugtrio zelfs, jongens. Ja, we mogen hem niet vangen. En al die Diglets die hier spannen, mogen we ook niet vangen. Nee, sorry dat ik jullie broertje heb meegenomen, Diglets. Het spijt me. Nou, we zijn aan het einde van de grot gekomen, jongens. Let's go. En dan zijn we hier uitgekomen. En hier liggen best wel veel items, als het goed is. Dus we zijn weer terug op route 2. Hier hebben we dus wel al een Pokémon gevangen. Dus ook al komen we hier een wilde Pokémon tegen, wat ik niet verwacht, dan mogen we die niet vangen. Want hier hebben we al eerder een Pokémon gevangen. Ik laat Nidorina even achter me aanlopen, want Diglett is natuurlijk weg. Hallo! Rikachu, herinner je mij? Ik ben Professor Oak's assistant. Wil je wat leren? Kom dan maar eventjes hier naar binnen. Nou, helemaal top.
Oh, ja? Nee, ja? We gaan naar binnen? We gaan naar binnen. Ik kom achter je aan, vriend. Nou, je bent naar binnen gekomen. Ik ga je iets laten zien. De secret techniek, light up. Oh, wat is het donker. Oh, wat is het donker. Oh, wat is het donker. Oh, en toen was het weer licht. Ah, wil je dat ook leren? Mijn Eevee wil dat vast wel leren. Mijn Eevee is super leergierig en die houdt van dit soort trucjes. Nou, nog een keertje. Ja, kom op Eevee. Hoppa. Lekker gedaan, Eevee. Kent nu ook de geheime techniek Light Up. Toppie. Nu moeten we dus naar de Rock Tunnel. En die is ten oosten van Cerulean City. Eerst maar... Oh. Ja, ja. Je partner is geweldig, zegt de Nussie tegen mij. Oh, dus we kunnen nu gelijk samen naar de Rock Tunnel. Dat is ook wel nice. Dan hoef ik heel dat stuk niet meer te lopen. Dankjewel, Nussie. Ja, laten we daar naartoe gaan. Yes. Als je Light Up gebruikt, dan kan je door die donkere grot. Nou, helemaal top. Ik ga weer even een lure gebruiken, want we komen nu dus weer op een nieuwe route waar we dus weer een nieuwe Pokémon mogen gaan vangen. Chop down! Hoppakee, yes! Oké, ik zie een vrouwtjes Nidoran en een mannetjes Nidoran. Dat houdt in dat we die... Ja, we mogen die vangen, maar we kunnen daar niet komen. Dus dat is wel een ding. Dus laten we even kijken hoe we dit op gaan lossen. Want dat is natuurlijk niet eerlijk, hè. Als al die Pokémon daar spannen en ik kan daar niet komen, ja... Dat is een beetje flauw. Picknicker Alicia gooit er eventjes een Eevee'tje uit, hoor. Hoi, Eevee. Doe je ding, Geodude. Doe maar even een Rock Throw. Ja, die Eevee is trouwens ook level 21, dus we zijn aan elkaar gewaagd, hoor. Bam, Rock Throw. Ja, dit kan beter. Zullen we dan maar voor Dick gaan? Ah, nee, een Sand Attack. Dan is de kans groter dat we gaan missen. Helemaal als je een move hebt die dus pas de tweede keer gaat raken. Hij doet een Swift, maar die raakt ons niet. Dick raakt Eevee wel, dat is top. En zullen we dan gewoon nog een keer Dick doen? Ah, nog een keer Sand Attack. Let's go, Geodude. Oh, kijk, we raken hem gewoon weer. Dat is nice. Goed gedaan, Geodude. Ik ben wel blij met mijn Geodude. Ik ben op zich wel blij met het hele team wat ik nu heb. Tenu tegen een Gloom. Dat is dan een prooi voor Sky. Laten we even een Wing Attack doen. Kablam. Die Gloom die is wel nice. Dat heb ik al gezien. We moeten Gloom sowieso 3 keer raken voordat we Gloom verslaan. Kabam. Oh, dat was bijna. Dat was toch bijna. Krijgen wij een asset. En ja hoor, dit is het einde van Gloom. Het is wel fijn dat ik een beetje kan battelen tegen al deze trainers. Zodat we toch weer wat sterker kunnen gaan worden. In deze game is het alleen wel zo dat je sneller sterker wordt als je wilde Pokémon vangt. We pakken hier even een super potion op. En dan moeten we hier gaan battelen tegen deze hiker. Ja, wat gaan we doen jongens? Ik zie die Pharaoh helemaal hier naar mij toe vliegen. Dus we zouden die Pharaoh kunnen vangen. Maar we zagen natuurlijk een mannetjes Nidoran als eerste. Dus ja... Weet je, eigenlijk heb ik zoiets van, we moeten een mannetjes Nidoran proberen te vangen. En niet deze Pharaoh. Trouwens, kijk even hoe groot die Onix is, jongen. Dat vind ik ook altijd zo insane. Die Onix is freaking groot, jongen. Maar hij heeft toch wel behoorlijk wat last. Oh, oké. Dit is niet chill, want je gaat gewoon even ondergronds. Tuurlijk, joh. Ga jij even lekker ondergronds, Onix. Hoppa. Wil je dat volgende keer even laten? Want dat vind ik niet leuk, hè? Dat vind ik niet leuk. Hier, klap op je bakken, Onix. Terwijl Queen onze Nidorina groeit naar level 22, kunnen we weer door. Gaan we deze kant op. Gaan we zo langzamerhand even kijken. Kunnen we hier nog een item pakken? Volgens mij lag hier een item. Helemaal aan het einde. Of ben ik nou gek geworden? Volgens mij ben ik gek geworden, jongens. Nou ja, kunnen we in ieder geval wel lekker gaan trainen hier zo. Tegen deze Geodude. Ah, weer niet een one-hit KO. Hij doet Stealth Rock. Dat houdt in dat als ik nieuwe Pokémon erin ga gooien, dat die allemaal last krijgen van damage. Omdat ze dus met hun voetjes bovenop stekende stenen landen. In ieder geval, deze Geodude is gewoon klaar. Dag. Heb jij 3 Geodudes of zo? Hoppa. Daar ging Geodude nummer 2 al. En dan gaat Spruitje nog even een leveltje omhoog naar leveltje 23. Ja, en dan moeten we inderdaad ook nog tegen een derde Geodude. Doe mij een Fine Whipje op zijn hoofd. Hoppa. Dikke doei. Mazzel. Ligt hier nou een item of niet? Ja, toch. 5 pin-up berries. Nou, hebben we toch niet helemaal voor niks dit stuk gelopen, jongens. Laten we nog een lure gebruiken. Want wat we ook kunnen doen, is dat we gewoon de eerste Pokémon vangen bij een gebied waar we überhaupt een Pokémon kunnen vangen. Dus dan gaan we toch maar even deze kant op, denk ik. Want hier spawnen Pokémon. Welke spant dan als eerste? Bespant u überhaupt iets? Ja, dag. Ik ga niet weer een Spearow vangen, jongen. Ik ga wel voor die Nidoran. Die mannetjes Nidoran. Ik vind het eerlijk. Die zagen we net als eerste. En dan doe ik niet die Nidorino. Weet je? Doe ik niet Nidorino... Nee, dan wordt het Nidoran. Ja, daar zo. Nidoran. Die gaan we even vangen. Dat is eerlijk. Die zagen we net als allereerste toen we de route opliepen. Dit vind ik oké. Hier kan ik mee leven. Ik wil ook weer niet met mijn 6e Sparrow vangen, jongens. Het is niet echt mijn 6e, maar zo voelt het wel. Oké, let's go. Hoppakee. Een nice throw.
op een Nidoran, een mannetjes Nidoran wel te verstaan. Die hebben we nog niet, dus dat is leuk. Hoppa, yes! Oké, nieuwe Pokémon in de pocket. En ja hoor, daar is die. Nidoran, die is al level 23, dat is wel echt nice. We zouden hem in ons team kunnen doen, in plaats van Pillar bijvoorbeeld. Maar ja, dan hebben we wel twee Poison-type Pokémon. Welke aanvallen kent hij allemaal? Horn Attack, Helping Hand, Toxic en Fury Attack. Hij krijgt van mij in ieder geval de nickname King. Maar ja, weet je, ik ben al wel langer met Nidorina. Dus ik denk dat ik me voorlopig toch eventjes bij dit team hou wat we nu al hebben. Maar het is wel goed om een level 23 Nidoran als backup te hebben, jongens. Dat is wel echt een nice backup Pokémon als het ooit een keer niet goed gaat met Nidorina. Krijg hier te maken met Paras. En ik heb natuurlijk Sky eventjes weer op plek nummer 1 gezet. Omdat ik wist dat we tegen een Bugcatcher moesten gaan. Dus ik gooi hier een Wing Attack bovenop. Ja, en dan... Ja, kijk, dat is heel pijnlijk voor Paras. Maar ja, dat is hoe het werkt. 107 XP. Pillar groeit naar level 17. Ja, die hebben we natuurlijk ook weer bij ons. Onze Butterfree. En die moeten we eigenlijk wel even flink gaan trainen nu. Die Butterfree. Want die is een beetje underleveled nu. Omdat we natuurlijk Diglett laatst hebben meegenomen. Op de SSN staat daar nog een trainer en hier nog een trainer. Maar ik denk dat Pillar uiteindelijk ook nog wel uit ons team gaat. Op het moment dat we toch wel weer een betere Pokémon vinden dan Pillar. Dus Pillar wel degene die er als eerste weer uitgaat helaas. Dus ik wil ook weer niet te veel moeite doen om die Pillar te trainen. Hier krijgen we te maken met een Sandshrew. En dan hebben Ground-type moves natuurlijk geen effect op mijn Sky. Dus dat is lekker. Ik weet niet of je van plan was om Ground-type moves te doen. Nee, je wil wel Fury Swipes doen. Je gaat hem hoeveel keer raken? 3 keer raken. Die Sandshrew heeft wel een aardige defense, moet ik zeggen, jongens. Die Sandshrew die gaat hem denk ik nog wel moeilijk maken. Kijk eens, die gaat lekker. We hebben elkaar ongeveer evenveel pijn gedaan tot nu toe, dus dat doet hij wel goed. Alleen weet hij niet dat ik straks gewoon Roost ga gebruiken natuurlijk. Ik bedoel, dan heb ik gelijk de helft van mijn HP weer terug. Stop eens. Stop eens. Kijk, dit bedoel ik. Dan heb ik nu echt even Roost nodig. Om weer even te healen, want die Sandshrew die maakt het mij moeilijk, jongen. Het is gewoon een Ground-type Pokémon die het mij moeilijk maakt. Dit is wel bizar. Gaat hij weer. Nog een keer, Fury Swipe. Hoe vaak ga je me nu raken? 3 keer. Ik doe gewoon nog een keer Roost. Ik heb het nodig. Hoppa. Zo, en dan zijn we weer vol. Nu doet hij een Sand Attack. Ja, hij denkt, ja... Die Roost van jou, die moet een keer falen. Dan kan ik je afmaken. Dat is op zich goed gedaan van deze trainer, hoor. Maar mijn Wing Attack die raakt in ieder geval wel, maar hij is nog niet down, man. Doet hij nog een keer Sand Attack? Deze Sandshrew, jongen. Deze Sandshrew doet lastig. Wij doen nog een keer Wing Attack. Bam. Dikke doei. En dan krijgen we nu met een Raticate. En dan stuur ik Eevee eruit tegen die Raticate. Doe maar even lekker een Buzzy Buzz op zijn bakkes. Hoppa. Paralyzed. Nice. Hij gebruikt Crunch. Dan ga ik nu over naar Double Kick, want die is super effectief. Hij doet een Quick Attack. Hou eens op. Doe eens niet zo irritant, joh. Hoppa, Quick Attack. En bye bye Raticate. 304 XP krijgen we maar liefst. Sky groeit een leveltje naar level 23. En dat was het voor Camper Drew. Nou ben ik benieuwd, hè. Hier ligt in ieder geval een Pokéball. En nou ben ik dus heel benieuwd of hiernaast een andere route is of dat dezelfde route is. Kijk, de route 10 is een andere route. En met heel veel geluk kunnen wij daar een Dratini vangen. Maar dan moeten we echt heel veel geluk hebben. En dat wil ik dus gaan proberen in de volgende aflevering. Als je dat wil zien, doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En wil je me ook live zien streamen? Volg me dan op twitch.tv/RickAtYou. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!